van Joop. Best wel edel gestrenge heer koning oppergod en meester tovenaar meneer Vincens. Een hele goede hallo allemaal en vooral een hele goede hallo van mij naar jou. Uw filmpjes inspireren mij tot grootse hoogte en hebben mijn dagen in het sombere leven keer op keer weer een stuk draaglijker gemaakt. Nou, dat vind ik hartstikke leuk om te horen. Nou, nu ik weer het gebruikelijk aantal veren in uw reet heb gestoken, zal ik nu doorgaan naar mijn vraagstuk. Dat werd tijd, Joop. Met uw verlicht beeld en grote wijsheid wil ik u graag vragen hoe u denkt dat de wereld eruit zal zien in 5 jaar en in 50 jaar. Vooral op het gebied van het welzijn en het dagelijks leven van de gewone burgers. Misschien ook op het gebied van politiek in Nederland en rond de wereld. Misschien moeten we hier eens eigenlijk... Misschien moeten we hier ons eigenlijk helemaal niet mee bezighouden en gewoon genieten van het leven in het hier en nu. Maar ik wil u graag vragen naar uw perspectief op deze zaken, aangezien ik denk dat u over veel wijsheid beschikt. Je blijft me beschikt. Bij me doorgaan hè, met die weren. Verder nog een hele fijne hallo allemaal. Een hele fijne zomerdag. Groeten, trouwe kijker Joop. Nou ja, allereerst natuurlijk wil ik eerst even tegen jou zeggen hallo. En ja, hoe de wereld er in 5 jaar, hoe Nederland en de wereld er 5 jaar uitziet, dat is aan ons man. Want er is natuurlijk een hele hoop bullshit gaande. Dat zal je niet ontgaan zijn de afgelopen 2 jaar. En mijn idee daarbij is dat een bepaald groepje mensen de wereld een bepaalde kant op willen hebben. Waarbij het gros van de mensen de jankanker kan genieten. En naar hun pijpen moet dansen om ook nog maar enigszins normaal, althans wat je normaal noemt, normaal leven te hebben. Dat is wat ik denk dat ze willen, afgaande op wat ik heb gelezen en onderzocht de afgelopen 20 jaar. En nu is het dan eindelijk gaande. Maar ja, sowieso een fucking mooie tijd om te leven. Een hele bijzondere tijd om te leven. En ja, nogmaals, ik heb het al heel vaak gezegd, maar alle oude religies, profetieën, alle heilige geschriften, alle oude volkeren die spreken over deze tijd. In het hindoeïsme noemen ze het Kali Yuga. De Maya's hebben het natuurlijk hierover gehad. Weet je, in de Bijbel staat de Inca's, de Hopi's, de Sumiers. Noem maar op. Alle volkeren die spreken over deze tijd. De zogenaamde eindtijd. Maar ja, het is geen eindtijd. Weet je, elk eind is een nieuw begin. En dit is ook een nieuw begin. Maar eerst moeten we door een dikke laag stront heen met z'n allen, die we met z'n allen hebben gecreëerd de afgelopen eeuwen misschien wel. Hè? Sinds dat duivelse kapitalisme is begonnen, is de wereld er niet echt beter op geworden, laten we het zo zeggen. Maar goed, dat was je vraag niet. Hoe ik denk dat de wereld er in 50 jaar uit zal zien. Ja, ik weet dat het uiteindelijk goed komt, want het licht wint altijd. En uiteindelijk zijn we allemaal licht. Uiteindelijk zijn we allemaal wezentjes van liefde, pure liefde. En dat overwint alles. Want uiteindelijk is dat het enige wat er is, weet je. Dat is eigenlijk de enige ultieme waarheid. Liefde. Daaruit is alles gecreëerd. Alles. Ook het donker. Ook het kwaad. Ook de angst. Alles is geboren met de gratie van haar. En ik zeg haar. Maar liefde is geen hem of haar. Liefde is non-duaal. Dat is. En dat kan je ervaren middels bepaalde medicijnen. Die goddelijke liefdes. Goddelijke liefdesorgasme, die non-dualiteit. Daar kun je komen. Maar goed, daar ging je vraag niet over. Ik dwaal weer af. Ik begin weer te praten over de medicijnen. Maar ja, dat zijn ook zulke mooie dingen om mee te maken. Maar goed, maakt niet uit. En dus. Weet je, voor het universum maakt het echt niet uit of het nou iets nou 55 jaar duurt, weet je. We zitten in een transitiefase, een hele grote transitiefase. Dit systeem, het kapitalistisch systeem, wat er de afgelopen 2 jaar, het is niet 2 jaar geleden in gang gezet, maar dat was de laatste poging om nog de macht te krijgen, want de afgelopen 10, 20 jaar zijn er heel wat zieltjes over de hele wereld, mede dankzij het internet, behoorlijk wakker geschud.
dankzij het internet en de medicijntjes, laten we het zo zeggen, zijn heel veel mensen over de hele wereld wakker geschud. En dat wisten die motherfuckers. Dus ze dachten, oké, het is nu of nooit, weet je. Laten we het plan nu maar full throttle in gang zetten. En dat hebben ze gedaan. En dat begon met die gekkigheid 2,5 jaar geleden. En nu proberen ze het weer met nog meer gekkigheid. Weet je, wat er met die boeren aan de hand is. En de apentering en weet ik veel wat. En er gaan nog een hele hoop gekke dingen komen. Maar uiteindelijk zal de mensheid ontwaken tot wat we werkelijk zijn. Onze goddelijke natuur. En daarna gaan wij een paradijs op aarde creëren met z'n allen. En dat mag voor mij... Ik hoop dat ik het nog mee mag maken. Ik weet niet of ik het nog mee ga maken. Want wat ik zoals ik al zei... Voor het universum maakt het geen tering uit. Of 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar. In het universum bestaat geen tijd. Er bestaat alleen cycli. Een cyclus. Maar goed, uiteindelijk komt er een paradijsje aan. Maar we gaan nog een hele hoop rare dingen meemaken. Hele duistere shit gaan we meemaken. En dan is het aan ons om te zeggen van ja, dit is niet wat ik ben, man. Ik doe hier niet mee. Deze onzin. Volgens mij gaat dat niet meer lang duren. Want ik zie de afgelopen tijd al wat met die boeren gebeurt. Zie ik al heel veel mensen, nog meer mensen in Nederland die bij zichzelf denken van nou hier klopt geen ene tyfustering van. En ik ben klaar met het hele verhaal. Maar ja, dan moeten we elkaar natuurlijk gaan vinden. En bij elkaar komen, want we zijn ook de afgelopen, sinds de jaren 50 zijn we behoorlijk... Hebben ze ons behoorlijk uit elkaar weten te spelen. Het begon natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog begon het een beetje de individualisering van de mens, weet je. Ik groeide op en ik was dan gabber en dat was een skater en die hield van hard rock. Dus zo werd je al een beetje geïndividualiseerd. Nou ja, toen... Op een gegeven moment kwamen die telefoontjes. En nu vindt iedereen zichzelf zo fucking belangrijk dat iedereen zich ook Facebook kwam. En op een gegeven moment kwamen die telefoontjes waar de jeugd de hele godganse tering dag zelfs wil loopt te maken. Dus we moeten heel wat ego af gaan breken en gaan beseffen wat we met z'n allen zijn. En dan elkaar weer vinden. Ja, en dan komt pas... Dan moeten we nog even het systeem omverwerpen met z'n allen. Of gewoon een nieuw systeem beginnen. Ik denk dat het zo misschien een beetje gaat gaan. Weet je wel, dat je die mafketels hebt die van alles proberen om hun wil aan ons op te leggen. En dat wij zoiets hebben van, ja joh, het is goed met jou, weet je. Wij gaan hier een gezellig dorpje stichten. En je zoekt maar lekker uit met die onzin van je. En wij maken het gezellig. En jij, weet je, geen energie aan geven. Dan rot het vanzelf wel weg. En ja, wat we dan met die mensen gaan doen. Heel veel mensen hebben het over tribunalen en weet ik veel wat allemaal. Ja, weet je, vergeving is een groot goed. Het is moeilijk naar wat ze ons proberen aan te doen. En hebben gedaan al. Maar God is vergeving en jij bent God. Dus ja, het grootste goed is dat. Dus ja, hoe ziet het eruit over 50 jaar, weet ik veel, man. Maar ik weet zeker dat we de goede kant op gaan. Ik kan me niet voorstellen dat wij echt een wereld willen ervaren waarin we worden overmeesterd. Hoe noem je dat, overmeesterd? Dat wij als pure, we zijn natuurlijk als slaven van dit gekke systeem. Dat wij als pure slaaf hier gaan leven, weet je. Op een gegeven moment zal iedereen zijn hart gaan volgen en zijn of haar talent de wereld in helpen. En dan doet iedereen wat hij of zij leuk vindt. En dan hoeven we met z'n allen misschien nog maar een beetje ziet als een soort corvée. Met z'n allen ervoor te zorgen dat iedereen wat tevreden is en wat te drinken. En natuurlijk de grootste klus. We moeten een paar generaties kanker eruit gaan helen met z'n allen.
En dat is niet niks, maar dat kunnen wij wel. Dus jeetje. Dat denk ik een beetje. Ja, ik wilde nog even naar die andere vraag kijken van je. Ik zit er nog veel te lang te lullen. Nee, dat was geen andere vraag. Maar daar rijdt politie. Dus ik kan natuurlijk niet op mijn telefoon gaan lopen kijken als een politie rijdt. Sowieso kijk ik natuurlijk niet op mijn telefoon als ik in de auto zit. Dat doe je niet. Weet je, dat is hartstikke gevaarlijk. Maar goed. En morgen ga ik weer... misschien morgen, ik zie het allemaal wel. Ik ga er in ieder geval eentje... Maakt niet uit. Jongens, hele fijne hallo allemaal. Een hele fijne hallo allemaal.